Deze tijger in Aquazoo lijkt echt, maar is het niet. Al komt daar binnenkort verandering in. Het dierenpark verwelkomt één deze dagen twee tijgers. En de voorbereidingen zijn in volle gang. Achter ons zie je het verblijf van de Amoertijger. Daar zitten we in de afrondende fase. Dus dat betekent dat er op dit moment heel hard aan de paden wordt gewerkt. Er wordt allemaal groen geplant. We krijgen een hele gaaf touwbrug voor de kinderen. Er worden bomen geplant waar de tijgers straks in kunnen klauteren. Dus aan alle kanten wordt er op dit moment verschrikkelijk hard gewerkt om het helemaal mooi en helemaal af te maken. In Aquazoo verblijven dieren die in of bij het water leven. En water is nou niet gelijk de eerste gedachte die mensen hebben bij tijgers. Ja, dat horen we vaker, maar een tijger is bij uitstek een katachtig die juist heel erg veel van water houdt. Dus als je ons gebied ook goed bekijkt, dan zie je dat het er voor een heel groot deel uit water bestaat. En dan kan het dier straks verkoeling vinden en dan kan hij eventueel wat spelen en wat revotten. Dus water is voor een tijger een hele belangrijke functie. Wanneer de tijgers precies komen, laat de manager nog even in het midden. Wel is duidelijk dat het gaat om een mannetje en een vrouwtje. Ja, dan snap je het vervolg wel. We hopen uiteindelijk dat die elkaar ook leuk vinden en dat daar eventueel nakomelingen uit gaan komen. Maar dat is wel iets voor de wat langere termijn. Eén dier komt uit Beekse Bergen, de vrouw, en de man komt uit Hongarije, uit een dierentuin. Zodra de tijgers er zijn, wordt er een klein feestje gevierd in de dierentuin. En die krijgt extra lading door de omstandigheden rond corona. Ja, we hebben de afgelopen 2 jaar natuurlijk zwaar gehad als bedrijf. We zijn lang dicht geweest. Nou, we hebben hoge kosten als dierentuin, dus dat heeft echt wel zijn impact gehad. Want ja, een dierentuin is fantastisch, maar het is eigenlijk alleen maar fantastisch als er ook mensen zijn om ervan te genieten. En dat hebben we lang moeten missen. En daar zijn we gewoon super blij mee dat dat weer kan.